Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het leven gaat weer beginnen. De wekker ging 7:15, ik werd echt 2 minuten daarvoor wakker of zo. Meestal vind ik dat wel chill, want dan word je niet wakker van je wekker. Alleen ik dacht dus dat ik echt nog even kon slapen en het was niet zo. Dus dan als je wekker gaat, baal je wel. Maar het gaat weer beginnen, het leven. Ik heb dit jurkje aan. Ik vind het echt wel een beetje een oma jurk. Maar oké, ik ben ook inmiddels 31. Maar ik heb een opgeblazen buik. Dus ik dacht, doe lekker deze. Lekker wijd. Met sneakers, want ik heb sportkleren in mijn tas gedaan. Voor het geval ik nog de energie heb om te sporten na werk. Want vorige week heb ik dat dus op dinsdag gedaan. En dat beviel me wel heel goed. Gewoon hup in één keer door. En ik heb natuurlijk geen klas. En ik weet gewoon zeker dat ik dan zoveel minder moe ben na een dag. Dat is dus één van de redenen voor mij dat ik dus geen klas meer wilde. Al langer niet. Ik was natuurlijk al langer met het onderwijs gestopt. Maar ik was, omdat ze dus een vacature hadden en iemand nodig hadden voor een half jaar. Daarom ben ik dus weer leerkracht geworden. En vond ik heel leuk. Maar heel veel mensen weten dat niet. Ook bij mij op school van, ben je dan geen leerkracht meer? Dan zeg ik, nee, maar ik was eigenlijk al gestopt met leerkracht zijn. Ik heb dat echt gedaan om te helpen. En dus uiteindelijk zelf heel veel geluk dat ik daardoor nu gewoon leerlingbegeleider mag zijn. Vandaag is dus mijn invaldag, dat wel. En daar ben ik ook heel eerlijk over. Dat heb ik echt gedaan als compensatie voor de school, zeg maar, om te helpen. Want ik wilde het liefst niet voor de groep. Als ik voor de groep sta, vind ik het heel leuk. Maar het is gewoon, ik vind het gewoon heel vermoeiend. Maar vandaag zijn er, als het goed is, nog geen zieken. Had ik ook niet verwacht. Ik weet wel dat ik vorig jaar in mijn tweede week al ziek was. Dus ik vermoed dat... Zij zeiden, er gaat toch niet elke week iemand ziek zijn. Maar ik denk, met zo'n grote school, 2 gebouwen, dat ik elke week moet invallen. En dat vandaag de enige dag is, of een van de weinigen dat ik niet hoef in te vallen. Dus ik hoop dat ik vandaag nog een beetje met IB wat gesprekken heb. Over de leerlingen die ik mag gaan begeleiden. Want ik weet tot nu toe 1 leerling. En dat ik ook een beetje mijn rooster kan gaan maken. En dat ik... Ze zijn natuurlijk zo druk op school. Dat ik daar nog een beetje op wacht. Ze zeiden al, bouw het gewoon rustig op. Je begint gewoon volgende week pas echt met het werken met de kinderen. Dus ik hoop dat ik daar vandaag lekker wat duidelijkheid over krijg. Zodat ik dan... Ja, mijn dag daar goed voor kan gebruiken. En anders vind ik het ook wel heel leuk om in de andere klassen misschien nog een beetje te helpen. En misschien kan ik vandaag nog een beetje onderwijsassistentachtige dingen doen voor de eerste dag. Want iedereen is natuurlijk druk en misschien een beetje nakijken en zo. Maar ik moet, ik kan het wel zelf. Ik ben niet iemand die dat zelf dan een beetje gaat invullen. Ik wil het wel echt in overleg doen. Want ja, deze functie is gewoon nieuw en ik ga niet. Mijn moeder zegt dan bijvoorbeeld, oh, kom dan gewoon bij ons in de klas even helpen met dit. Maar dan zeg ik ook, ja, ik wil wel alles natuurlijk even bespreken wat ik doe. Dus ik ben benieuwd hoe mijn dag eruit gaat zien vandaag. Maar goed, ik heb wel echt kort geslapen. Ik lag in bed weer lekker wakker, zo helemaal leuk wakker, weet je, dat je hersenen aanstaan. Maar dat is niet heel handig als je moet werken. Dus ik heb, denk ik, 6,5 uurtjes geslapen. En dat is voor mij net sport, maar ik heb wel mijn sportkleren mee. Dat was ik 3 minuten geleden aan het vertellen. Voor het geval, ik heb dus de tanning drops weer even opgedaan. En geen bruine crème, maar gewoon zonnebrand. Want ik merk, aan het eind van de dag zie ik er zo verlept uit. Dat misschien doe ik dit even en dan misschien even geen poeder gewoon. Want mijn collega zei laatst ook, toen veegde ik iets af, was het een beetje bruin. Zij zei, je hebt toch geen make-up op? Ik dacht ook, ja, dat is getinte dagcrème. Maar op school werkt make-up niet op een of andere manier. Het ziet er zo verlept uit aan het eind van de dag. Dus misschien doe ik wel gewoon letterlijk alleen mascara en een beetje die liquid blush. Lijkt me eigenlijk veel chiller. Dus ik heb de hele vakantie zonder make-up gedaan. Ik vond het zo chill. Ik vond het echt heerlijk. Ik wil eigenlijk niet zoveel make-up. Maar ik vind zelf wel dat je het altijd echt ziet als een leerkracht dan zonder make-up naar school gaat. En dat mag. Maar ik vind het zelf toch wel fris om wel make-up op te hebben. Maar volgens mij zie je echt geen verschil als ik nu poeder erbij ga doen. Het wordt alleen maar lelijk en glimmend en goor. Dus ik laat het lekker zo. En ja, ik heb mijn tasje alweer klaar met allemaal random eten erin gegooid. Ik had niks voorbereid. En dan denk ik dat ik vandaag in het RT-kamertje kan zitten. Want die is volgens mij verder leeg. En dan ben ik gewoon echt heel benieuwd hoe mijn dag eruit gaat zien. Zie ik jullie waarschijnlijk gewoon weer als ik terug ben. Ik denk dat ik dan niet heb gesport. Dit hoeft ook niet van mezelf. Maar als ik het wel doe, is het mooi meegenomen. En Poesje vindt het wel jammer dat ik weer weg ga. Ze is zo lief. Ze heeft gisteravond de hele avond op me gelegen en bij me. En ze de laatste tijd ineens echt heel lief. Dat is echt heel schattig. Oké, jongens. Goodbye. En werken als je ook zo gaat werken. Of succes met de kinderen. Of chill ze vandaag of whatever. Sporten. Bye. Ik ben altijd zo blij als ze lekker buiten gaat liggen in de ochtend. Dan denk ik, ja beter, dan ben je vast echt een uur buiten geweest. Kijk nou hoe schattig ze ook weer is. Ze is te lief. Full body is wel heftig hoor. Je voelt dan echt helemaal alles doorbloeden, stromen. Maar ja, ik denk als ik donderdag pas weer ga, of vrijdag trouwens, dan doe ik liever full body. Maar helemaal, mijn hele lichaam is kapot. Maar dat vind ik zo'n lekker gevoel na zo'n dag werken. En dan nu helemaal neerploffen en dat ik dus niet hoef te koken. Dat is heel chill. Ik zou echt niet gaan koken. Dit is mijn restje van gisteren opwarmen van de curry. Ik heb ook meteen veel meer kleur op mijn gezicht. Ik was echt een lijk vandaag. Heerlijk. Ja, het is te zeggen dat je beter geen full body kan doen. Maar ik denk als ik dan minder ga, in ieder geval rustdagen ertussen heb. Kijk, als je om de dag gaat, deed ik echt bovenonder. Maar ja, ik ga niet om de dag. Dus dit is denk ik goed. En ik ben heel blij om Poesje te zien en zij ook om mij te zien. Dus we gaan lekker knuffelen. Goedemorgen jongens. Het opmaken zit zo niet in mijn systeem. Het is nu 7:45. Ik dacht ik ga. En toen dacht ik, oh, ik heb mij helemaal niet opgemaakt. Het zit gewoon niet meer in mijn systeem. Ik hou er ook niet van. Haha. Nou, ik denk ruim 7 uurtjes gepakt vannacht. En gisteravond in bed nog even snel Picnic besteld. Want ik had toch nog al even een beetje wat eten nodig. Ik dacht, ja, ik ga woensdagavond alweer naar Zoetermeer. Dus ik bestel geen Picnic. Ik dacht, ja, ik heb eigenlijk geen avondeten. Ik moet natuurlijk voor 3 dagen eten, dus voor morgen ook. Dus ik heb brood uit de vriezer weer. En mijn moeder heeft een broodrooster in de klas, dus lekker daar brood roosteren. En ik heb maar gewoon even een pot pindakaas mee. Die kan ik dan ook in een kamertje waar ik zit gewoon neerzetten, dat je altijd beleg hebt. Ik heb ook gisteren bijvoorbeeld zo'n potje olijven neergezet. Ik hou er altijd wel van om iets op je werk te hebben staan als voorraad, zeg maar. Dat je altijd wel iets daar hebt. Het viel me gisteren wel weer op hoeveel meer honger je hebt op een werkdag. Terwijl ik niet heel veel heb gelopen en dus ook geen eigen klas heb met heel veel kinderen die energie kosten of zo. Ik had echt veel meer honger. Dus ik had nog lekker van dat brood van vorige week met die noten en die rozijnen. En die eet ik dan wel droog. Dat is echt heel lekker. Ik heb voor vrijdag ook weer besteld. Maar ik heb echt 6 van die boterhammen of zo gegeten. Ik had zoveel honger. Maar ik zag net in mijn vriezer dat ik ook nog dat brood in de vriezer had liggen. Dus dat ga ik lekker vandaag weer roosteren. Dat is echt heerlijk. Hey. En ja, de tijd gaat heel snel. Wat ik altijd jammer vind aan werk is dat je dus een wekker hebt. Dat. En dat je zodra je opstaat meteen de douche in moet. Maar ik moet douchen. Ik vind dat gewoon fris. En vanavond moet ik mijn haar wassen. Want morgen ga ik na mijn werk meteen door naar Zoetermeer. En ik kan niet woensdag en donderdag nog met dit haar doen, denk ik. Nou, wat een interessante informatie allemaal, joh. Kunnen mannen. Ja, nou ja, gelukkig ben ik snel aan mijn make-up. Maar het is nu 7:50. Maar ja, ik hoef geen lokaal voor te bereiden. Dat is wel heel relaxed. Dus als ik om 8 uur ben, is het helemaal goed. Dus ik ga op 2 minuten weg. 21:50. Ik ga zo wel lekker naar bed. En mijn boodschappen werden net bezorgd, maar ik had dus gisteren om 11:15 in bed boodschappen besteld. En dat zijn zulke random boodschappen. Echt niks voor mij. Best wel ongezond. Maar dat krijg je dus als je dus om 11:15 s'avonds boodschappen gaat bestellen snel. I will show you. Als je dus ook €10 korting wil bij Picnic. Geen samenwerking. Maar gebruik dan mijn code in de beschrijving. Krijg jij €10 en ik als je nieuw bent. Oké, dit zijn nog wel gezonde dingen. Dit leek me eigenlijk heel chill voor vanavond. Maar het werd heel laat bezorgd. In ieder geval voor na werk. Alleen ik zie nu dat het maar tot 6-9 houdbaar is. Oh. Dan ga ik het vrijdag eten. Overjarige kaas had ik blijkbaar zin in. Bieten blijkbaar, bio-bieten. Paprika, hier heb ik wel echt heel veel zin in. Dit vind ik ook zo lekker. Die had ik laatst ook besteld. Leek me ook heerlijk, die lekkere zure hummus. En Picnic hummus, want die bevatte vrij veel kikkererwt. 2 groenteshotjes. Een maaltijdsalade. Ik drink nooit chocomel, maar dit leek me gewoon heel lekker met cashew en erwten. Dit was 1+1 gratis. Dit was trouwens ook aanbieding. Daardoor werd ik beïnvloed. Dus dit is wel lekker om weer een keer cannelloni te maken. Dit heb ik volgens mij nog nooit in mijn leven voor mezelf gekocht. Maar had ik ook ineens zin in. Voor op de pizza die weer bezorgd wordt vrijdag. Maar ja, dan moet ik dus nu vrijdag dat eten. Nou ja. Oh, herrie van buiten. Ik had het zo koud op werk ineens. Dat ik dacht, ik ga kuppensoep op mijn werk zetten. Dat lijkt me wel echt heerlijk. En dit. Maar dit is zo ongezond, jongens. Net als dit. Wie ben ik? Ik eet geen witbrood. Maar ik had zin in witbrood met hummus en zo. Ja. Net als dat je niet online moet shoppen in de avond, moet je dus ook niet eten gaan bestellen. Maar goed. En komkommers. Dat ga ik even inruimen en dan ga ik lekker al richting bed zo. Want ik ben echt moe. Oh, die chocomel is heerlijk. Ik dacht, ik ga het nu nemen. Ik heb er zin in. Mm. Wel echt heel zoet. Waarschijnlijk hierna hoef ik weer een jaar geen chocomel. Maar heel lekker. Zonder buikpijn. Het smaakt echt gewoon helemaal naar chocomel. Mm. Ik heb het niet opgeronken. Ik vind het veel te zoet. Maar deze slokjes was weer een keer lekker. Ik denk dat ik dat 3 jaar niet heb gedronken. Nu ga ik me lekker klaarmaken voor bed. Good morning. Oh, mooi. Herfstkleding. Het is geen mooi weer meer. Ik moet even opschieten, want ik ga dus vandaag naar Zoetermeer. Na mijn werk, dus ik moet echt alles goed achterlaten voor bougie en tas pakken. En ik moest ook nog haar wassen en zo, dus ik ga opschieten, want ik moet bijna weg. Toch naar huis gegaan. Mijn poesie zo aanhankelijk is te laten zetten en ik toch eigenlijk heel moe ben. En mijn bonusdochter is er en zo. En dan vind ik het helemaal niet leuk als ik geen energie heb eigenlijk. Dus het was een hele pittige dag. We hadden een workshop level werk net, nog na schooltijd. Dus gaar. Dus ik ga lekker morgen naar Zoetermeer rijden. Dus ik heb voor niks vanochtend mijn tas gepakt. Maar ja, maakt niet uit. En kijk nou, Lee van de meisje van vorig jaar heb ik cadeautjes gekregen. Heeft ze zelf uitgezocht. Mooie edelsteen. Voor balans, zelfredzaamheid of zo. En vrede. Toch te lief. En ze heeft ook voor mijn bonusdochter een cadeautje. Die kennen elkaar. Echt heel cute. Nee, ik ga lekker... Ze had het ook echt heel schattig ingepakt trouwens. Dit is voor mijn bonusdochter. Dat was voor mij heel lief. Zelf ingepakt. Ballonnetjes. Ja. Al mijn eetstash weer mee. Want klaar met werken. Wel drukke dagen. Drukke week. En ik ga nu lekker helemaal chillen. Heerlijk. En morgenochtend vroeg. Nou, Zoetermeer heb ik tandartsafspraak en dan met Nicole afgesproken. Had ik trouwens al gezegd dat ik gewoon weer herfstkleding aan heb. Voor het eerst. Bizar. Het was wel heel lekker. Lekker warm, lekker cozy. Ik heb het lang niet aangehad, maar het is alweer terug. De zomer heeft wel kort geduurd volgens mij hoor. Good morning. Ik ga snel de auto in naar Zoetermeer. Er staat nu geen file. Voor mijn mondhygiëne en controle. En daarna lekker met Nicole. Gezellig. I'm in the car. 7 minuutjes. Oh, ik moet hier af. Gelukkig zeg maar van mij naar Zoetermeer. Hallo. File, 4 minuten vertraging. Van mij naar Zoetermeer is er dus gelukkig nooit echt file. Ik ben wel via Utrecht gaan rijden, want er was een klein beetje file. Maar van Zoetermeer naar Weesp is dus echt de hel. Dat is zo jammer. Daarom kan ik ook gewoon nooit, als ik moet werken, bij heel slapen of zo. Want dan moet je gewoon om 6 uur weg. En na werk sta je ook zwaar in de file. Dat is echt zo jammer. Echt zo jammer. Oh, precies nu hier is file. Maar goed, ik ben nog op tijd. Ik heb echt zin om Nicole te zien. Ik heb haar zo lang niet gezien. De laatste keer was toen ze bij mij kwam slapen, hè. Ik heb haar pas 1 keer gezien sinds ik uit Zoetermeer weg ben. Echt bizar. Ja. Je wilt het zeker zelf vertellen, hè? Nee. Het is heel gênant. Het is heel grappig. Het is heel gênant. Nicole is dus een kleuter. Die is uitgegleden over een druif en daardoor de teen heeft gebroken. Ja. Mensen missen jou in de vlog, hè? Echt? Moet ik hier naar links? Keren. Doe maar keren. Ja, mensen missen jou. Oh. We hebben elkaar pas 1 keer gezien sinds ik weg ben. Ja, toen ben ik naar huis gekomen. Heel erg. Hoe gaat het? Goed, met jou? Oh, we zijn in dezelfde mood. Gewoon een beetje chilling. Ik moet eerst eten. Ik moet ook eten. Heb je niks op? Nee. Oh, sukkel. Ik heb wel ontbeten. Maar daarom, nu is Nicole met krukken. 1 kruk. Want ik vind 2 irritant. Oh, 1 kruk. Ja, ik doe het alleen nog heel even voor steunen. Oh ja. We gaan zo sushi eten, dan gaan we ook wel even vloggen, toch? Ja. Als we weer energie hebben. Nam, 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 nam. Aan de ene kant wel, aan de andere kant. Sushi was nog niet open, dus we doen even een koffietje. Sushi mukbang. Er zit 1 beat en 1... Ja, de muziek is minder goed. Oh, dit is heel naar, dit is van dit. Dit zijn echt 2 nummers. Als het over 5 minuten nog steeds zo is, ga ik het vragen. Ja, dan zal ik mijn eigen playlist aan. Oh nee! Het hoort denk ik. Nee, dat hoort niet. Ik heb het hier nog nooit gehad. Het vindt hier niks. Oh. Oh. Heb je wel een soft shell kappel? Ja, vind ik niet heel lekker. Nee, ik ook niet. Vind ik goor. Bitter toch? Ja. Heel raar. Heel raar. Deze muziek gaat stuk. Ik denk dat mensen ook echt van jou houden in de vlog, omdat je echt totaal niet bezig bent met dat er een camera aan staat. Het is heel grappig. Je ziet het nog minder dan ik. Ik dacht ook dat hij uitstond. Het is besteld. Ja, dit is zoveel beter. We zijn van kant gewisseld. Jullie mogen raden waarom. Zo graag of het zachter mag. Is dat echt onbreed? Nee, dat is wel waar. Nicole heeft nog mijn originele verjaardagscadeau bij zich. Spekjes. Ja, die zou ik niet eten. Zit die al sinds april erin? Nee, dat niet. Nee, kaarsen. Ik dacht dat was wel een beetje bij je mobilair. Ja, heel leuk. Die ken ik niet. Heb je die gekocht? Oh, mooi. Met de taupe oud roze. Mauve. 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 Lief. Nee, mauve. Ook nog? Ja, nou, denk je dat ik je alleen een kaart ga geven? Ja, ik heb al een ding gehad, hè? Oh, er staat geen prijs bij. Oh, gek. Hoezo? Ik heb al een sushiboy. Ja, ik heb van jou een ring gehad. Ja. Heb je die wel eens om? Ik heb hem nooit afgehad. Echt? Verkleurt hij nou? Ja, maar dat is altijd wel hoor bij deze. Oh, dat vind ik niet goed. Kijk, hij wordt een beetje matte. Nee, contra. Kijk hoe mooi. Oeh, lekker. Hoe doe je dat? Dit ruikt lekker. Kijk, mooi hè? Ja. Wat cutie. Ik hou van dat ken ik ook niet. Kaart. Ik vond de kaart heel leuk. Heel leuk. Dragonfruit en papaya's. Sorry als jullie denken dat Nicole een diva is met de rijer, maar het is hier echt 38 graden. Warmer denk ik. Cute. Waar heb je dit kaartje gekocht? Ik heb niks. Huh? Oh, daarom is het zo leuk. Deze zou ik 100% ook hebben gekocht als ik hem had gezien. Dit tasje is het niet wat ik hem heb. Jawel. Ja, ik kom er nooit meer op. Duur hè, altijd die dingen. Dat vond ik wel leuk. Oh, leuk maatje. Heel lief. Ja, die kan je dan weer gebruiken voor een andere. Heel cutie van jou. Ja, ben cutie. Wilt u dat ook vaak spekjes in tasjes? Oh echt? Ja. Deze zijn heel oud. Ik doe het tegenwoordig ook, want ik vind het zo leuk. Nou, ik heb het van jou. Oh, heb ik dat bij jou ook gedaan? Nee, in de kerstsnoepjes. Oh ja, dat ja. Heb je die glazen nog? Ja, natuurlijk. Vind je die leuk? Ja, ze zijn heel leuk. Ja. Ik moet zeggen, hoe heet dat? Hey. Hoe heet het nou? Ik weet niet meer wat ik nog meer had. Ja, die hele lekkere macarons. Macarons. Die waren goed hè? Nou, die waren na een dag op, kan ik je vertellen. Ja, die zijn echt heel lekker. Mijn goed, ik heb nog nooit zo lekker. Ja, die zijn van hier. Ja, oh, van de Multifly. Maar dat is gewoon een merk hè, die ze verkopen. Oh. We want food. Okay, ja, want ik had laatst bij de TK Maxx had ik macarons gekocht. Gadverdamme, dat was een partij goed. Mukbang. Zie je ook het eten? Wel. Dat je zoveel honger hebt. Ja, het water loopt in de mond. Ik ga niet zo eten. Crunch. Crunch. Mm. Oh, je hoort het kraken. Zoveel honger, ja dit is echt... Bij Oik en ik moet je altijd handrolls nemen, want bij bestellen krijg je thuisbezorgd krijg je nooit crunch. Nee. Dan is die helemaal verweekt. Doorweekt. Echt maar verweekt. Mm. Mm. Even een genietmoment. De eerste hap is altijd het allerlekkerst. Maar ik moest echt hoor. Oh, ik vind deze zaak ook echt heel goed. Het moet even in mijn bloed komen. Dat gaat snel bij jou. Die mayo is ook wel echt lekker. Normaal deed ik altijd zoenen bij hoor. Maar een bakje. Ja, maar er zit te veel van. Uiteindelijk zat je het hele bakje op te weten. Ik wilde al heel lang sushi eten. En waarom wilde ik dat precies niet? En omdat ik hier altijd al heen ga. Maar nu nooit meer. Nu weer wel. Oh. Nou, dit is onze mukbang. Yummy. Nu komt het heel snel ineens. Oh, kijk eens. Er is toch een orgasme op een bordje. Oh, dat was echt even lekker om iets te eten. Oh nee, dit is hem nou harder. Dit is hem harder. Ja, hè? Precies achter. Nee, maar ik had het idee dat ze hem harder zetten. Oh. Misschien eerst volgende. Ja. Kijk, die boys zijn open. Die is echt heel lekker. Neem even die. Ja. Met saus, dat is lekker. Dat is ook mijn eigen. Oh nee, het is heel hard. Dat eet je niet, hè? Ja, soms wel hoor. Nicole heeft even haar afspeellijstje aangezet. Look it good, suck this like you should. We hebben dus eerst al de Chinese Disney muziek. En nu is het een soort hardcore. Nee, dit is geen hardcore, dit is meer dance-achtig. Om in de mood te komen. Ja, maar het is een beetje apart als je in de Chinese restaurant, Japans restaurant zit. En je hoort suck this like you should. Hey, Nicole in de vlog. Ja, ik zit vol Nicole. Ik bet wel of €10 dat het haar afspel is dit. Jij? Ja, het is echt zo'n vuile dondersteen. Kijk, ze zit helemaal te genieten van het liedje daar. Ze denkt ja. Yeah. Kijk, ze gaat helemaal glimlachen. Ja, ze geniet. Ze denkt ja. Yeah. Kinderen kijken. En ouders. Oh ja. Nee, maar dit kan niet. Dit kan... Dit kan niet, Nicole. Dit kan niet. Doei vlogkijkers. Oh nee, ik had net 25 minuten geheugen. Dat betekent dat ik 20 minuten heb gefilmd. Zoveel. Het zou er nu komen. We zitten echt in een rare vibe. Het is hier heel heet. Is dat rare muziek aan? Ik ben de enige. Ik vraag me af wat er in die soepjes zat. Wat gaat er gebeuren? Schattigste op aarde dit, toch? Ze is zo schattig. Oh, je bent zo lief, poes. Ik ben weer aan het schoonmaken, opruimen. Wasjes draaien, robot, alles, dat soort dingen. En ondertussen ben ik ook fruitvliegjes aan het doden en ik heb deze net geproefd. En deze is echt heerlijk. Heel lekker. Dit is dus mijn fruitvliegjesdoder. Hiermee kan je ze echt goed smashen. Ik ben nooit van de dieren doodslaan, maar ik word er sinds vorige week gewoon helemaal gek van. Dus ik doe het. Oké, ik heb gedoucht en laten we even die mango matcha gaan proberen. Ik heb niet heel zin in een heel groot glas, dus ik doe deze. En dan ga ik er eerst mango puree in doen. Dit is 99,8% mango en antioxidant absorbinezuur. Oh ja, oeps. Ja. Oh. Oh, dit doen ze in restaurants, denk ik, in zaakjes ook gewoon zo. Misschien heb ik nu te veel hoor. Fancy. Ice cubes. En als ik lui ben, dan schuim ik mijn matcha dus gewoon koud hierin op met de matcha poeder erin. Dus zonder... Dus dan doe ik geen whisk, zeg maar. Maar ik heb niet zoveel. Oh, dat is netjes. Oh, wat leuk. Als je dus echt mango matcha obsessed bent, is dit dus echt de tip. Ik denk dat ik gewoon het meest hou van pure matcha, maar ik vond het wel heel leuk om het te proberen. En dan... Oelala. Ik heb het volgens mij nog nooit... Ik heb het één keer met echte mango geprobeerd, maar nog nooit echt zo op die manier. Oh. Oh, wow, de combi is wel ziek hoor. Mm. Oh mijn god. De combi mango en matcha is dus echt een bizar goede smaakcombi. Ik heb het toen één keer genomen bij een restaurantje, maar dat vond ik heel erg tegenvallen. Ah, ik snap het al. Matcha, vooral goede, goedkope matcha ook wel. Heeft iets romigs. En mango ook. En het geeft net het zoetje eraan, maar dit is heel lekker. Die puree is ook echt heerlijk. Maar ik ben ook wel heel benieuwd wat je nog meer met die puree kan maken. Het is verrassend lekker. Want ik dacht, nou, het gaat niet helemaal mijn ding zijn. Want ik hou gewoon van matcha. En ik hou niet zo heel erg van zoet. Maar... het zit een beetje een ijskoekjes vibe. Als je geen matcha lust, ga je het sowieso lusten op deze manier. Met al dat ijs erin. Het geeft echt een tropisch gevoel. Een soort pina colada vibe. Qua romigheid. Dit is wel echt leuk. Als je bij Cora gaat bestellen, zou ik zeker een zak mango puree erbij doen. Oké, ik moet even opschieten, maar dit is heel lekker. Zo, het is warm. Ik ga nu naar mijn zwangere vriendin en zij is dus volgende week uitgerekend. Dus ze zou elk moment kunnen bevallen, maar er zijn nog geen tekenen. En ze krijgt dus vandaag in het ziekenhuis uitleg over het inleiden van de bevalling. En ze vroeg of ik mee wilde gisteren volgens mij. We hadden toevallig 3 dagen geleden of zo afgesproken dat ik wel eigenlijk vandaag naar oma gaan. Maar toen zei ik, ja, ik ga eigenlijk liever naar jou, want dan kan ik je nog zien voor je gaat bevallen. Ik moet echt naar oma toe, maar ja, oma gaat niet bevallen. Dus dit is de enige kans dat ik haar nog kon zien voor ze gaat bevallen. Dus ik was echt zo blij. Toen zei ze, gisteren kan je mee naar die afspraak. Toen was ik echt blij dat ik dus niet naar oma was gegaan, maar naar haar. Zodat ik dus mee kan naar dit. Hoe bijzonder is dit? Dat je dus dat meemaakt. Zo'n heel belangrijk gesprek en dat je het allemaal hoort. Dat ik er kan brengen, want ze rijdt nu niet meer. Vind ik heel leuk. Dus ja, ik vlog dus nooit met haar, want zij wil niet in de vlog. Maar ik vind het dus wel echt super leuk dat ik meega. En ik ben ook wel heel benieuwd wat ze allemaal gaat vertellen en zo. Nou, dat is wat grappigs voor ermee. Iets wat zij waarschijnlijk nooit gaat doen. Een kralenset. Ik dacht, ze wordt helemaal gek, ze wil echt bevallen. Ik denk, als ze zich nou zo erg verveelt of als de bevalling heel lang duurt en je hebt afleiding nodig, weet ik veel, kan ze armbandjes maken. Vond wel grappig. Zo, het is alweer 6 uur. Ik stort nu helemaal in. Heb ik altijd na dat ik bij vrienden of zo ben geweest. Maar het was zo gezellig. Ik was heel blij dat ik meeging. Het was echt heel waardevol en nog heel gezellig. Daarna bij haar thuis gechilled. Nu ga ik de moed verzamelen om de auto uit te stappen en me om te kleden in de sportschool en te sporten. Nul zin, maar ik moet, want ik ben maandag geweest en het is nu al vrijdag. Let's go. Good morning. Nieuwe obsessie. Ik had hier echt meteen zin in toen ik wakker werd. Reality check. Dit is mijn schone was, nog steeds, die ik moet opruimen. Ik had de grond hiervoor helemaal schoongemaakt voordat je denkt, gadver. En het nu op de grond gegooid. Nou ja, eigenlijk had ik het op mijn bed gegooid, maar toen moest ik slapen. Dus ik heb het op de grond gegooid. Ik moet het echt gaan opruimen. Zo zonde ook. Het is allemaal schoon gewassen, maar het ziet er niet uit nu. Oh, wie herkent dit na de vakantie? Dat je zo geen zin hebt om dit allemaal weer een plekje te geven. But I have to. We zijn op de helft, maar nu heb ik geen zin meer. Wow, dit is echt perfect. Doordat hij best wel sloom is. Hij is normaal altijd heel vroeg en snel. Hij is best wel sloom. En ik dacht, ik ga gewoon tot hij komt opruimen, schoonmaken. En mijn hele huis is klaar. Echt gewoon alles met doekjes kunnen schoonmaken, de keuken. De robot staat nu nog even aan. Ik heb al mijn kleren opgeruimd in de slaapkamer, wat echt al zo lang moest. De vaat, ja, gewoon alles is gewoon gefixt. Hij kan elk moment komen, dat vind ik echt heerlijk. Als hij komt op mijn huis wel gewoon lekker clean is. En het wordt ook wel op tijd. Zeg maar dat het echt af is. Bueno. Guacamole. Ata. Yummy. Pizza calzone. Oh pap, iedereen zegt steeds leuk die pizzabeelden, maar we willen het recept van de deeg hebben. Wil je dat ik hem in repen doe zo, als calzone? Ja, gewoon zo, ja. Kijk, heeft de een iets meer korst dan de ander. Ja, waarom altijd van onder, Hillebrand? Nou, omdat ik dan geen last krijg van mijn arm. Mensen moesten lachen dat ik in de vlog zei, waarom film je altijd vanaf je geslachtsdeel? Charlotte, je hebt het wel heel vaak over... Tweede keer pas. Mooi. Mooi. Oh, mooi. Zo. Bizar. Eigen chutney. Wauw. Ja, zeg. Wauw. Oké. Een spontane foto. Wij zijn in Almere. Ik heb een sapje met spinazie, appel, gember, munt. Dat was het volgens mij. En we gaan even een beetje winkels kijken. Even in de kosten, dus ik vond het echt een Charlotte ding. Maar dit is vanwege de mouwen. Maar dit is wel zo'n blouseje wat dan, als je zeg maar geen goede BH aan hebt, ziet dit er echt niet uit. En ik vind hem ook wel vrij kort. Maar misschien is hij leuk bij het zwart. Ik heb hem ook in het zwart gemaakt. Deze vind ik echt veel leuker. Het licht is altijd zo verschrikkelijk in die hoekjes. Maar ja, de mouw is niet heel groot. Het was leuk als hij nog groter was. Maar ik vind het wel echt iets voor mij. En comfortabel. En gewoon op een zwarte flair. Ik heb nu alleen dit aan onder mijn jurk. Maar dit is wel heel leuk, toch? Deze vind ik ook heel leuk. Helemaal mij. Maar ik hou er dus van als dit net over je kruis zeg maar valt. En deze valt er dan zo net niet overheen. Dus het moet geen miskoop worden. Maar in zo'n hoekje vind ik het dus niet leuk. Maar het is een lila blouse met hartjes. En dat is natuurlijk echt helemaal iets voor mij. Ze moeten die lichten echt veranderen. Want je ziet gewoon niet goed wat het is. Kijk. Dat is wel heel leuk, maar ik vind het net aan de strakke kant. En is de grootste maat. Wel heel leuk. Ik denk echt spijt dat ik deze niet ga kopen. erg leuk. Deze is wat lekkerder qua loose fit, maar ik weet niet of ik hem heel leuk bij mezelf vind. Dus dit is wel echt heerlijk. Kijk, zo doe je dit. I don't know of ik hem echt heel leuk... Is niet leuk genoeg, denk ik. Lekker bij backwork, lekker chill, simpel. Ik heb voor geprezen en haat een soort van jalapeno hot dog. We zijn een soep aanmaken, want ik had dus heel veel zin in linzensoep. Doordat ik laatst zo'n lekkere linzensoep had. Maar het is echt een beetje random. We hebben heel veel selderij, witte ui en... Hij heeft de wortel geraspt, want dan is het wat minder grof. En dan met deze kruiden. En dan gaat dit er nog bij, tomatenblokjes. Ze hadden geen andere linzen, dus dit zijn gewoon voorgekookte bruine linzen. Kokosmelk, bouillon, peterselie. En er stond nog kaneel, maar ik weet niet of ik dat ga doen. Hij is heel lekker aan het worden, we gaan hem gewoon lekker dik laten. En ik heb een beetje tabasco erin gedaan. Ook heel lekker. Zo, ik lag al een restaurant. Het was niet een 10 of zo de soep, maar gewoon prima. Ja, dat is gewoon prima en gezond. Hij heeft een bakje mee. Dit ga ik dan voor morgen of zo. De rest ga ik gewoon invriezen, even laten afkoelen. Zo handig al die bakjes van thuis bezorgd en zo. Dan heb je gewoon lekker bakje soep in de vriezer. Perfect. Want ik kook zo weinig. Het is 9:30. Ik ga lekker in mijn bed liggen chillen en lekker zo slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar de vlog. Ik vind het wel spannend, want views gaan heel erg achteruit. Ik heb gewoon geen spannende onderwerpen. En ja, jammer dat het dan meteen achteruit gaat. Maar dat is het leven. Dat hoort erbij, helaas. Ik hoop dat jij hem alsnog wel leuk vond. En een reactie achterlaat. En liked. En volgende keer kijkt. Oké, doei!